Ammoniak wordt gemaakt met een omkeerbare reactie. En een omkeerbare reactie heeft op een gegeven moment een bepaald punt zijn evenwicht. Dat evenwicht is afhankelijk van de temperatuur. Maar als je nou de concentraties verandert en de temperatuur niet, dan kan je er toch aan gaan rekenen. Dat noemen we een evenwichtsvergelijking. De evenwichtsvergelijking stel je op aan de hand van de reactievergelijking. Kijk maar. Op deze manier zie je de verschillende dingen staan. De dingen tussen vierkante haken, dat zijn de concentraties. Als het een waterige oplossing is, dan druk je het uit in mol per liter. Als het een gas is, zoals het ammoniakproductie, dan druk je het uit in pascal in de druk. Dan kunnen we natuurlijk dingen aan gaan veranderen. Als ik nou de druk van de gassen waarmee ik ammoniak wil maken verhoog, bijvoorbeeld ik verdubbel de druk van stikstof en van waterstof, wat gebeurt er dan met de plek van het evenwicht waar ammoniak in gemaakt wordt? Je ziet dat dan de concentratie ammoniak, druk ammoniak, vier keer zo hoog wordt. Het is dus gunstig om ammoniak te maken bij hoge druk. En dat doen ze dan ook in de industrie. Gemiddeld wordt ammoniak gemaakt bij drukken ergens tussen de 10 en de 100 megapascal. Dat is 100 à 1000 keer de atmosferische druk.